Zo, we zijn nog even bezig met de laatste schoonmaakdingetjes en opruimen en de auto aan het inladen. En ja, dan gaan we Kansas verlaten. Een lekker heerlijk gat. Zeker ook met Mario en Terry. En Kansas nog even een flesje aan het leeg drinken. Mijn zonnebloemjurk. Hè? De staat van de zonnebloem is dit. Nou, dus nog even de laatste dingetjes en dan is het gebeurd. Lekker even een wasje draaien. Dat is toch heel fijn. Volgens mij is die klaar, als ik het zo zie. Dus we gaan nog even aan de slag. Op naar Springfield. Nou, we zijn in Springfield aangekomen, hè? In het Hilton Hotel. Ik heb het lekker even beetje badderen. Hè, Kenny? En even goed kijken hoor, dat ik me goed hou, ja. En nou ja, goed, het reis ging aan goed. Het was wel 5 uur rijden. Maar ja, Kendra reed ook heel goed. Deze keer had ik het idee dat ze veel minder last heeft van de tanden. Ja, hè? Er komen er 4 door. En ik heb, nu zijn er al wel 2 goed door, denk ik. Ja. Ik heb het over jou. En even goed nadenken hoor. En er zitten nog 2 ook die er aardig aan het doorkomen zijn. Dus ik ben heel benieuwd wanneer dat gebeurt. Maar dat zit er ook wel aan te komen. Dus ik hoop niet op de terugvlucht. Maar goed, we gaan het wel zien. Nou ja, morgen gaan we eigenlijk alweer verder richting St. Louis. Maar dat is niet zo heel ver vandaan. En dan gaan we eerst nog even naar het Abraham Lincoln Museum waarschijnlijk. Toch? In ieder geval, dit is de stad van Lincoln, dus we moeten wel iets gaan doen met Abraham Lincoln, vind ik zelf. Yes? Bedtijd. Zo, lekker bij de Hilton aan het ontbijten, hè Kendra? Kendra heeft weer een wafeltje voor de verandering. Ik ga niet... Pannenkoekje komt eraan. Ik ga... Hè? Nou, ik wou wat zeggen, maar dat is voor de vlog niet interessant. Oh. Nee, ik ga elke ochtend een foto maken voor Instagram met al dat vet ontbijt. Kendra? Lekker eten, hè? And they were excited to welcome each one into the household. They were also devastated when in the spring of 1850 they lost their second-born son, Eddie, to tuberculosis. He was 3 years old, and his funeral was held right out here in the front parlor. So as you can imagine, that was very difficult for the family. But the most important event... Zo, we zijn in Springfield, Illinois. En ik zit hier bij het Martin Luther King Jr. standbeeld. En wat ik had gelezen is dat hij standbeeld eerste persoon is die buiten, waar ze standbeeld van hebben gemaakt, die buiten in Illinois vandaan komt. Of iets, ja, iets in die trant. Maar het geeft wel aan dat Dr. King ook van zeer groot belang hier is geweest. Heel veel mensen wat hebben even betekend. Ik vind het ook een overwegend donkere bevolking. We zijn net nog even door een wijk gereden waar inderdaad ja, toch wel veel donkere mensen wonen. Achter mij het Capitol.
super groot. Ik vind het ook een beetje on-Amerikaans. Het heeft een, vooral die koepel, zeg maar, heeft een beetje een bijzonder bouwstijl. Maar ik vind het een heel leuk stadje om te zien. Een keer gezien te hebben. Toch, Jax? Kendra heeft warm, dus we gaan ook een aircootje opzoeken en diaper change. En we rijden nu richting St. Louis op de famous Interstate 55. Maar dat zegt jullie misschien wel niks. Maar als ik zeg Route 66, dan denk ik dat meerdere mensen dat wel weten. Het heet niet meer de Route 66, het is inmiddels de Interstate 55. En dat loopt dus over inderdaad van Springfield, in dit geval St. Louis. En Springfield is ontzettend leuk inderdaad om even te zien. En nog even te benoemen, de hele stad heeft dus ook gratis wifi. Dus waar je ook loopt in Springfield, je had wifi. Dat vond ik zelf wel leuk natuurlijk. En daarnaast ook Lincoln, dat dorpje, was gratis. Dus huis is ook weer gratis bezoeken, alleen parkeren was $2. Nou, dat is heel veel fun voor $2, ja, toch? Dus dat is wel leuk om even aan te geven, mocht je daar ooit heen gaan, dan is dat echt wel een aanrader om even te bekijken. Aanrader 1 is Liefie, en aanrader 2 Lincoln. Ja, in die volgorde. Het is een van de primaire behoeftes tegenwoordig, ja? Maar niet zo. Hij was degene die tegen mij zei, oh, er is wifi hier, gratis wifi door de hele stad. Was ik niet, hè? Had ik me geen eens gezegd. Bijzonder. Nou, dus. Die kan ruim voor het wifi. Kendra ligt lekker te slapen. En dan gaan we straks even kijken of we even goed kunnen eten. Want voor de verandering. Dat doen we nog niet zo genoeg. Nou, nog even de Route 66. En dan gaan we naar St. Louis. Ja, oké, okay. Dat is natuurlijk niet zo spannend. Dus St. Louis. We zijn net even zwemmen. Het hotel heeft een zwembad. Wel een binnenbad, dus niet buiten. Maar het was wel lekker rustig, hè? Ja. Kijk, dan gaat ze naar bed. Ja. En dan gaan we morgen... We gaan diertjes kijken. We gaan diertjes kijken. Naar een kinderboerderij of iets in die trant. En, oh, dus even kijken of ze niet gespuugd heeft. Nee, echt. Ja, ik koos even naar de Walmart, want haar luiers, wel die luiers kocht, maar die waren uiteindelijk helemaal niet goed. Want 's ochtends was ze gewoon helemaal nat, dus dat was heel zielig. Ja, dat waren geen goede luiers. Wij hebben ze van de Kruidvat, die zijn dus wel heel goed. Maar ja, hier, we hadden zoiets van, we moeten even hier luiers kopen. Maar dat waren geen goede, hè? Dus papa is nu goede aan het halen. Ja. En dan haalt ze in ieder geval de nacht... door. Ja, ook komt ze ook trouwens nog wel s'nachts voor het flesje. Maar goed, dat tezijde. Doorslapen, Kendra. Doorslapen. Goedemorgen. We gaan een lekker wafeltje eten. En vanmiddag gaan we naar de, zometeen gaan we naar de dierentuin. Lekker diertjes kijken. Kendra, leuk. Oh, hier moeten we niet zijn. We moeten met de lift. Oh, die doet het niet. Nou, dan moeten we buitenom. Prima, slaap lekker een beetje weer. Dus het komt helemaal goed. Kijk eens weer doen. Even het dakje eraf halen. Hup, hup. Holy fuck, man. Kijk jij het? Zo. Jeetje. Dat is bijzonder. Het is
spat aan doen. Even het dak in de kofferbak. Zo, jouw stuk. Is dat los? Ja, volgens mij wel. Kijk jij dat het niet op mij valt? Oh. Hey Kendra, kun je al staan? Poefie, je moet slapen. Ja. Zo, we zijn bij Beeldenbeer en ik had het al eerder gezien in Kansas en het is wel heel grappig, want dan kun je dus je eigen beer uitzoeken. En dan kies je eigenlijk de buitenkant, zeg maar, dus dit, ongevuld, zonder spul erin. En dan ga je dan opvullen en je kan ook je eigen muziek toevoegen of je eigen geluid. Bijvoorbeeld, of ook je eigen stem. En je kan de knuffel ook nog aan gaan kleden. En wij hebben gekozen voor deze. De beer. Voor Kendra. Ze begon al te lachen toen ze zag, dus dat komt vast wel goed. Maar die gaan we niet doen, Super Mario. Dat gaan we niet doen. Ik denk dat de eigen stem ook wel leuk is, maar we moeten even kijken. En in deze machine ga je hem opvullen zometeen. Daar zit al het spul om op te vullen. En dan kun je er nog hartjes aan toevoegen en zo. Ja, superleuk. Ik vind het misschien nog leuker op camera, maar goed, het idee is leuk. We gaan aan de slag. Hey, Kendra. Dankjewel.
Ja? Ja, gaan we doen. Oké. Bye. Bye, en dan moet je pick up your round clip. Op dat ding. Blue side down. Ja, dan gaat hij hem inladen. Yay! Woo! Pick up and squeeze it to listen. Dat is wel leuk. Jawel. Nou, we gaan naar de volgende. We gaan hem vullen. Maar deze vader doet gaat mee. En we gaan hem vullen. Ga deze beren reïncarneren. Tjonge. Step on the pedal. Oh, Daddy can do this. Like her, so good match. She takes after you. Yeah. Is this gonna be a girl bear or a boy bear? Or just a teddy girl bear? Okay. Yeah, I guess so. Mooie beer, Kendra. See if you like it. I'll open yeah. It. It's supposed to be calming and help you sleep and relax. Waar is het voor jou? We just want to eat. Kan draaien worden. Nee, nou zien. Kun je de beer stoppen? Oh, in de buik, hè? Gaat het beertje lekker ruiken. Ruik maar. Oh, lekker. Lekker.